Kun je nog eens omschrijven wat meneer Verstralen betekent? Niet te, ja. Nee, meneer Verstralen, dit is het lopend orakel van de geschiedenis van Weert. En zeker voor deze periode, beeldenstorm, maar ook ervoor, 15, 16, 17, 18e eeuw. Een super specialist. Middel-Nederlands leest hij vloeiend, Oud-Frans, Latijn. Dus je kunt hem alles voorleggen en noem een onderwerp en hij kan erover praten. Is gewoon geweldig. Klopt dat of niet? Heb ik toch wel een beetje matiger hoor. Overal iets vanaf weten, maar niet veel. Maar ik weet wel veel van veel dingen wel wat af. Nee, er is niemand die daar zoveel van af weet als jij. Hij had wat meer moeten publiceren. Nee, dat heeft hij niet gedaan. Maar Allah, hij heeft zijn eigen aantekeningen. En dat is, zoals wij iets moeten weten, dan begin ik eerst met hem. En dan ga ik zelf ook zoeken. Maar hij is het beginpunt. Waarom is dit nu zo bijzonder? Het kalendarium komt uit het oostelijk deel van Duitsland, uit 1564. En de pastor Herman Neubald heeft dus opgeschreven, voorin handgeschreven, die gebeurtenis, die onthoofding in Brussel. Dat heeft een enorme beroering en indruk gemaakt. Niet alleen hier in de Nederlanden, maar in heel Europa. En zeker voor de hele Europese adel. En dat beschrijft hij hier dus, wat daar gebeurd is. En dat is echt heel erg bijzonder, dat hij dat toegevoegd heeft aan dit, ja, deze kalender, waar dus belangrijke gebeurtenissen staan. Dus hij heeft het op de eerste pagina toegevoegd. En dat, ja, dat geeft wel iets weer. Met de hand geschreven. Ja. Dus ja, die tekst die hebben we natuurlijk ook, die kunnen we voorlezen, maar lijkt me niet zo zinvol. Maar het gaat dus inderdaad omdat hij dus inderdaad, dat het zoveel beroering teweeg brengt in heel Europa, dat iemand dat met de hand nog even erbij schrijft van dit is ook gebeurd. Het schrijft hij dus op de eerste pagina erbij. En het is echt, ja, het is in de hart dit, waar dit vandaan komt. Dus dat is echt heel bijzonder. Ja, en in de Duitse literatuur vind je het dus, bij Goethe en bij Schiller vind je het terug. Dus dat is honderden jaren daarna. Ja. Dus dat is, die impact is zo groot, dus dat is ongelooflijk. Waren de mensen bang in Weert voor wat er hun te wachten stond? Dat denk ik wel, ja. Dat denk ik wel. Ja. En ja, en terecht, want... We zeggen altijd wel eens, de 80-jarige oorlog, daar heb je de grootste ellende in Holland gehad. Maar ik beweer het tegenovergestelde, de grootste ellende was hier. En, in welke zin? Dan kan dat nog wel preciseren. Waarschijnlijk is het dan wat duidelijker. Er is rond 1586 hier een verklaring afgelegd door ex-burgemeesters. Die zeggen, en wij gooien het bijtje er beneden, we vertrekken. Want we hebben in de laatste 5 jaar hier 580.000 gulden moeten opbrengen. Voor een stadje van pakweg 5.000, 6.000 mensen. Dat grijpt in. Mensen die zeggen, ik wil geen burgemeester meer zijn. Wij vertrekken, wij gaan naar Antwerpen toe. Dus er was toen woongelegenheid genoeg te krijgen. En de boeren laten hun akkers liggen. Dus dat was een ramp, die 80-jarige oorlog. En dat zat vooral in de inkwartiering van de soldaten. Het zij
Spaanse, dat waren het grootste gedeelte, met aanverwante artikelen als Walen, Kroaten, noem maar op. Maar ook Hollandse. En bovendien was het zo dat wij geld moesten betalen hier aan de Spanjaarden, maar we moesten evenveel betalen aan de Hollanders. Dat was namelijk uitgemaakt. Dat liep in de kapitalen en ze moesten dus overal geld lenen. Ja, dat liep hartstikke spaak. Ja. Dus het water stond toen echt aan de lippen, hoor. Ja. En dat niet 10 jaar, maar 40 jaar lang. Ja. Dit gebied was echt een windgewest. Continu oorlogvoeringen en met vrijgeleide brieven moesten aan verschillende partijen moest geld betaald worden. Ze werden gewoon afgeknepen door beide partijen. Ja. Die nog één ding.